Geliefdes, goeiemôre. Welkom bij ons wekelijkse familiekuier. Ek sit omvolgend vir jou so neer, want ons noem onszelf een geloofsfamilie, en wanneer een geloofsfamilie bij mekaar is, is het veronderstel om goed te wees, lekker te wees. Jy is veronderstel om geborge te voel. Jy is veronderstel om te voel asof jy behoort. En is regtig my behoefte, en my begeerte, en my gebed, dat jy vanoggend precies dit sal voel. Die awesome ding van een geloofsfamilie is dat wanneer ons bij elkaar is, doen ons iets. Wat niet net voor ons betekenisvol is, nie, maar wat ook betekenisvol is voor de komst van die koninkrijk van Jesus in ons levens. Nie? Epic, als je so daaraan denk. So volgend is voor onze geleentheid om in te prop, kracht te ontvang, vir God te aanbid met iemand anders sy woorde, om te luister na sy woord, hoewel hy na ons te kom op bladsye, is het levende woord, wat niet anders kan as om ons te verander nie, en om saam met mense te wees, wat net weer vir jou bevestig, dat jy nie hierdie ding alleen doen nie. Mag volgend vir jou so wees, dat al die goeders een realiteit is, terwijl ons met ons lywe ook deelneem aan worship, terwijl ons aandagtig luister wat het is wat God vir ons wil sê, mag volgend vir ons precies so wees. Ek wil vir jou uitnooi om jou oë toe te maak. Ons gaan volgend ons dienst bietjie op 'n ander manier begin, so maak vir my jou oë toe, en haal net vir 'n oomblik lekker asem. En in hierdie oomblikke wat jou oë toe is, en daar niks anders is wat nou ons aandag vra nie, wil ek vir jou vra om met God te praat, ons Vader wat in die hemel is, en ook nou hier by ons is, deur sy gees. En sê vir hom wat jy nodig het om te sê. Met al die vryheid en al die gemaklikheid waarmee 'n kind met sy pa praat. Aan U kom toe, Heer Jesus, al die lof en al die heerlijkheid tot in die ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons staan op en ons gebruik ons lywe en ons stemme en ons oë om vir God mee te loof. Thank you.
as u kinders, dat daar niemand soos u is nie. En Heer Jesus, wanneer ons dit bely volgens samen sy familie, dan is ons tegelijkertijd getroos en ons word geïnspireerd en ons ontvang krag om weer te onthou wie u is, om weer te weet en herinner te word aan dat het net u is wat die skepper is van alles en allemaal, dat het net u is wat oorals is en alles weet, dat het net u is wat regtig vertrou kan word en wat betrouwbaar is, wat sê dat die beloftes gaan waar word, dat het u is waar ons hoop gesetel word, dat het u is wat wondere verrig, dat het u is wat weet waar in ons op pad is as u familie en u kinders, dat het u is wat weet hoe die koninkryk gaan deurbreek in die wêreld waar ons nou is. Here, dit troos ons, dit geef ons krag en tegelijkertijd, Here, bring dit ons ook in een positie van aanbidding vanoggend. Want wanneer ons besef wie u is, en hoe groot u is, besef ons ook hoe klein ons is, en wanneer ons besef hoe klein ons is, en besef hoe lief u ons het, Here, dan wil ons baie laag voor u buig. Ons wil onszelf posture, Here, ons wil een positie van aanbidding inneem. Ons wil regtig een aanbidding naar u toe bring, wat lyk soos aanbidding wat waardig is vir een koning. Here, ons wil soene naar u toe blaas, ons wil u naam besing, en ons wil u loof, ons wil voor u buig, as die koning van ons levens en as die heerser van alle heersers. En Here, uit die positie uit wil ons u loof vir wie u is. En wil ons regtig ervaar hoe lief u vir ons is. Wil ons ervaar hoe u genade in ons levens invloei. Smag ons so na nuwe lewe wat u vir ons gee. Ontvang ons lof, Heere God. Hoor ons woorde, Heere Jesus. Wanneer ons het so as een familie saam na u toe bring.
is my life's God.